Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. En ook soul te noemen is. Het lijkt er wel op. Bedoel je dus dat er vanuit het kabinet van de vicepresident een ander beleid wordt gevolgd? Ja, het beeld die wij krijgen is, je hebt een binnenland, hè, letterlijk binnenlandbeleid, en je hebt een buitenlandbeleid. Ja, ik begrijp niet helemaal, ik weet wel ongeveer wat je wilt zeggen, maar ik zal het anders formuleren. Ik luister naar je. Uiteindelijk Juna Asrana Maya, je tandarpe, dus Jung Yiming. Ja, we hebben een officieel beleid, wat natuurlijk allemaal heel rooskleurig is als je ernaar luistert. En dan zouden wij nu een mooi bloeiend land moeten zijn. En als je hoort van hoeveel wij produceren en noem maar op. Maar aan de andere kant weten wij van dat ons land constant een bedeland is. En het andere beleid, dat is wat in de praktijk plaatsvindt. Ja, even terugkomen op het beleid. Ja, Ellen Gimming. Eigenlijk net als bij de vorige regering zien wij een hetzelfde tweedelig beleid. Waarbij we de regering hebben die eigenlijk aangeeft van welke kant we op moeten gaan. Ondanks al dit soort mooie beleidsvoornemens en noem maar op, zien wij dat Suriname armoedig blijft. We blijven bedelen in het buitenland. We zien geen vooruitgang. En aan de andere kant zien wij dus in de praktijk, dus bij vooral bepaalde ministeries, de graai-ministeries noemen wij dat ook wel eens. Het gaat om grondbeheer en om natuurlijke hulpbronnen, houtkap, goudwinning en andere zaken. The big money. Waarbij, sorry? Ik zei the big money business. Ja, the big money business. Het snelle geld. Dat wij zien dus dat daar zaken plaatsvinden die eigenlijk totaal niet in het belang van de staat Suriname gediend zijn of dienen. En we zien dus ook bijvoorbeeld, ik heb het net over Grasalco gehad, ze hebben zoveel mogelijkheden om een groot bedrijf te worden met die goudwinning die zij zouden kunnen doen, die zij ook doen. En we zien nooit de cijfertjes, we zien nooit van hoeveel er naar binnen komt. En dan kom je erachter dus dat eigenlijk dit soort staatsbedrijven, maar ook de andere concessies, eigenlijk puur gebruikt worden voor eigen belangen. Er wordt een soort geen belasting betaald. En als de belasting wordt geheven met 1% of wat dan ook, beginnen ze meteen barbarisch te maken. Alsof ze vermoord worden, terwijl zij ons land leegroven en een grote ravage achterlaten. En dan heb ik het vooral over de goudwinning, maar ook de houtkap. Zit je gewoon af te vragen van wie wordt hier eigenlijk gediend? Ja, want het geld wordt uiteindelijk wel bij het arme volk weggehaald, toch? Door alle verhogingen. Ja. Nou kijk, het gaat om natuurlijke hulpbronnen. Het gaat om staatsbelangen. Nee, ik heb het even over dagelijkse levenslasten, hè? Die worden steeds duurder. Ja, ik heb het ook daarover. Ja. Ik bedoel, die staatsbelangen zijn natuurlijk belangen van het volk. Ik bedoel, als er inkomsten van de staat weggegraaid worden, dan wordt het ook weggegraaid uit die staatskas. En dat zijn de staatskas die ook bedoeld is om bijvoorbeeld scholen te betalen, leerkrachten, verplegers, ziekenhuizen, al dat soort zaken. En we zien dus dat daar geen inkomsten uitkomen uit die natuurlijke hulpbronnen. Nagenoeg bijna niets. Staatsolie is de enige waarvan wij regelmatig horen van dat zij elk jaar zoveel miljoen hebben overgemaakt aan de staat. Ja, als je ernaar kijkt, dan is dat ook weer één grote belangenvriendenclub. Ja, er is grote, ja, absoluut. Zeker als je naar de salarissen kijkt van de directie. En, maar nee, maar kijk, het salaris is zo erg. Hè? Ik bedoel, als je hard werkt en je verdient US dollar, dan mag je best een groot salaris hebben in US dollar. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat staatsolie in mijn ogen ook veel sociale projecten doet en overkomt, naar mijn inziens, als een sociaal bedrijf. Maar ik schrik ervan als ik bepaalde handelingen zie, vooral die rechtszaak tegen jou. Ja,
Nee, absoluut. Om toch even terug te komen op het salaris van een directeur hier. Ja. Zij verdienen geen 12 maanden salaris. Zij verdienen 24 maanden salaris. Als ik het over de directie heb. En dat is een uitlating geweest van een voormalige directeur zelfs. Ja, maar Erlan, even hoor. Ja. Het is wel het enige bedrijf die vanuit productie of wat dan ook... geld levert aan de zo kleine staatskas van Suriname. Ja, maar het blijft een staatsbedrijf. Het blijft een staatsbedrijf. Het is geen particulier bedrijf. Het gaat om staatsbelangen. Ik bedoel, het gaat om belangen van het volk. Je kunt niet een maandsalaris betalen aan een directeur dat 10 keer hoger is dan die van de president. En als je beredeneert van het is het enige bedrijf wat valuta levert aan de staatskas van Suriname, zouden ze dan niet zoiets hebben van ja, maar omdat wij dat bedrijf zijn, dat bepalen we dat zelf? Nee, er worden mensen daar aangesteld. Vaak zijn dat ook politieke aanstellingen. En, als je daar aangesteld wordt, dan is je brood beboterd. Heel goed, toch? Ja, absoluut. Maar bij mij gaat het erom van dat het om een staatsbedrijf gaat. We zijn geen communistisch land. Ik streef ook geen communisme na. Maar zolang je over staatsbedrijven praat... We zijn geen Noord-Korea. Dan vind ik wel dat je ook een staatssalaris zou moeten verdienen. Ik bedoel, je bent daar dankzij de staat. En je kan dan geen salaris gaan verdienen als een Shell of een Esso-directeur. Nee, maar is het niet dat die mensen werk uitvoeren wat anders door niemand uitgevoerd zou kunnen worden? Ja, dat zeggen ze. Maar ik denk dat er genoeg mensen zijn die dat ook zouden kunnen doen. Ik denk dat zelfs als je buitenlandse managers hier naar binnen zou halen, zou het nog goedkopers kunnen zijn. Maar oké, dat is weer een andere discussie. Ja, maar dan gaan ze weer daarover vallen. Tak una sarana mano, zei hem ook de man door, die weet man. Ja, nee, dat klopt. Terug. Je had het over bedelstaat. Ik moet constateren, inderdaad, dat Suriname nog steeds... wat dat betreft, herschikkingen van schulden... dat is niks anders als uitstel van executie. Het moet uiteindelijk toch betaald worden allemaal. Ja. En dat heb ik dus ook... En wat ik daarbij zie is dat er dus... Ik praat met jou. Hè. Jij hebt een goed beeld over het milieu, maar ook over ondernemen in Suriname. Dat is onderdeel daarvan. Wordt er wel überhaupt iets aan productie gedaan? Behalve staatsolie en die twee grootste bedrijven van Canada en Amerika, waar ze een lullige royalty van krijgen. En staatsolie dan. Wordt er daarnaast überhaupt iets aan productie gedaan in Suriname? Of gaat men alleen maar geld lenen en leningen aflossen en... hopen dat men ooit olie uit de oceaan boort. Is dat wat ik moet constateren? Ja, ik denk zelfs als men die olieproductie in de offshore ter hand zou nemen. Want tot nu toe hebben ze 700 miljoen barrel van olie gevonden. Dan praat ik over de concessies van Total Energy samen met Apache. Dan zelfs zou ik zeggen van dat zal Suriname daar niet van profiteren. Oké, maar even concreet op mijn vraag, Erlan. Produceert Suriname überhaupt iets? We produceren rijst, we produceren hout. Er wordt hout geproduceerd, maar van rijst, dat zijn particuliere bedrijven. Goud is ook nagenoeg zijn ook particuliere bedrijven. Maar hoeveel van deze bedrijven betalen belasting? Nagenoeg. Alleen maar die officiële bedrijven, die IAMGOLD en die Newmont. En de rest betaalt bijna geen belasting. En het hout wordt weggedragen, continu, toch? Dat zie je, toch? Kijk, we hebben een officiële productie. Dat komt neer op ongeveer 1 miljoen kub aan hout, wat wordt geproduceerd. Maar men praat natuurlijk niet over die illegale houtkap. Waar mensen binnen bepaalde instanties, en daar heb ik het vooral over SBB, maar ook de douane, die daar handje contantje geld onder de tafel voor krijgt. Ja, maar even Erlan, nogmaals ook voor de mensen in diaspora. Hè. Het gaat mij even precies om productie. Hebben jullie cijfers wat er binnenkomt in de staatskas vanuit die drie productiesectoren waar je het over hebt? Ja, ik heb net wat cijfers voor je genoemd. Ik bedoel, er is bijvoorbeeld wordt ongeveer 1 miljoen hout geproduceerd, officieel.
Nou, wat is dat? Voor hoeveel geld staat dat? Ja, de Surinaamse staat ontvangt $12.50 voor 1 kuub hout. Dus officieel ontvangt de staat 12.500.000 uit die 1 miljoen kuub hout die er geproduceerd wordt. Ja, dat is op jaarbasis? Dat is op jaarbasis. Als je kijkt hoeveel schepen hier met boomstammen onze havens verlaten. Het is niet één haven. Zowel bij de Koeldiepzeehaven als bij de officiële haven, de Sydney-haven, ja. Maar ook daar voorheen, ik weet niet of het nu nog gebeurt, bij de Suralco-haven. Ja, bij Domburg daar. Daar gaan daar wekelijks een x-aantal schepen vol met bomen richting China of India. Hou even vast, Ellen. Even. Dus jij zegt, laten we het grof zeggen, $15 miljoen is dat? Ja. Dat is toch peanuts voor die dure bomen? Wat, hè? Maar behalve dat, de schade die ze aanrichten aan de wegen, het salaris dat betaald moet worden van die 150 man van SBB met al die dure auto's die ze rondrijden, nou dan is zelfs die $15 miljoen die ze officieel binnenhalen niet voldoende om al die onkosten te dekken. Maar dan naar Poerbroekoe weer broekoe, toch? En nog erger zelfs. Poerbroekoe en in Abroekoe morgen. Oké, dat is houtsector. Dan hebben we een goudsector. We weten allemaal dat daar echt gewoon het minimale uit die bedrijven komt. Dat is heel slechte deals zijn gemaakt. En je kan nooit toetsen hoeveel goud ze daadwerkelijk uit de grond halen. En hoeveel diamanten ze ook... Er zijn cijfers laat door Staatsolie. Want die heeft belangen binnen Surgold. Ja. Dat is dus het belang met Newmont. Dat zij dus $16 miljoen hebben gekregen. Ik weet niet in hoeverre dit op waarheid berust. Maar ik kan mij niet voorstellen dat jij over een jaar $16 miljoen maar hebt gekregen. Maar dat zijn toch bedragen om, weet ik veel... dat zijn bedragen voor zo'n groot land met zoveel rijkdom. Dit is niet genoeg. Je moet ervan uitgaan, Ray, dat er... Ik schat dat er zeker 100.000, zelfs meer, aan goudzoekers in ons binnenland bezig zijn. En daar heb ik het niet eens over de bedrijven als IAMGOLD. Mijn god. En die zijn gewoon op concessies van belangende, van ja. Als je weet hoeveel geld daarin omgaat, als je die trucks met benzine, machines, die dagelijks op en neer rijden om die machines te voeden daar, die goudwinning doen. Als je op die concessies komt, dan kan je je niet voorstellen dat het maar om een paar miljoen gaat. Het gaat om miljarden. En daarvoor bel ik jou, Erlan, want het lijkt alsof de rest van Suriname ligt te slapen. Ze gaan op elk wisje-wasje gaan ze protesteren en met Dedena Kino en noem maar. Ondertussen wordt alle rijkdom van het land weggedragen en niemand ziet dat. Ik denk dat de meeste mensen dat wel weten, maar niemand durft er iets tegen te doen. Ook de president niet. Nee, en dat valt zwaar tegen? Dat valt heel zwaar tegen. Als je daar bovenop ziet, dat het eigenlijk alleen maar nog erger wordt. Want je kan concluderen dat Suriname zwaar op de pof leeft. Het moet subsidies afbouwen, het moet dit afbouwen, het moet afbouwen. Iedereen lijdt eronder. Ondertussen wordt het land leeggeroofd, leeggedragen. En men is alleen maar schikkingen aan het maken voor leningen. Men lost bijna niks af, toch? Ja. Want als je 14 miljoen hebt, 15 miljoen en wat is het, 200 miljoen van staatsolie misschien? Zijn dat je inkomsten? Dat zijn dan de inkomsten. Ik weet niet wat er allemaal nog meer als onderpand is weggegeven. Maar ja, als dat de inkomsten zijn, dan moet je afvragen van wat is het beleid van deze regering? Want wij weten dat er miljarden wordt verdiend in die goudwinning. Misschien ook zelfs in de houtkap. Maar dat is niet terug te zien op de balans van de centrale bank. Nou, er worden cijfers geproduceerd, maar je moet je afvragen van... Ik heb je al gezegd, er wordt officieel maar 1 miljoen kuub aan hout geproduceerd. Maar ik weet zeker dat het 3 tot 5 keer zoveel is. Maar die 1 miljoen kuub, dat staat dan voor 12,5, laten we zeggen voor het gemak, $15 miljoen. Nou, dat is zo'n tandenstokers van te kopen.
ook een hele goede referentie die je kunt gebruiken is die vele dure houttrucks die met dure diesel op en neer afgaan om 5-6 grote boomstammen vanuit die houtkapplaatsen over te brengen naar die landingplaatsen in, of naar, die, naar de havens. Het is een heel duur systeem. Ik bedoel, ik denk dat... En vervuilend. Vervuilend. En vernietigend, en vernietigend voor de infrastructuur. Ze rijden de bruggen en de wegen kapot. Mensen uit het binnenland kunnen niet naar school of naar hun werk. Het zijn hele... Ja. En even hoor, Ella, en men haalt niet eens genoeg geld eruit zodat men het weer kan investeren in die infrastructuur. Men laat het gewoon zo. Ja, eigenlijk is het nog erger. Deze houtkapbedrijven vooral, ze hebben bijna alleen maar buitenlanders in dienst. Dus er is niet eens werkgelegenheid dat voor de Surinamers wordt gecreëerd. Maar wat is de reden dat zij kiezen? Wat is de reden dat ze kiezen voor mensen uit het buitenland? Werken die harder? Ze willen geen pottenkijkers. En in hun ogen, dat is hun, althans dat is wat ik regelmatig hoor, is dat Surinamers te veel vakantiedagen hebben of te veel rechten. Dus ze gaan, dit heb ik uit getuigenissen van mensen die in de houtkap bij bedrijven hebben gewerkt. En je ziet uitermate, althans eigenlijk is het logisch dat er zo gewerkt wordt. Er worden mensen geronseld in het buitenland. Dus niet alleen die goudwinning ronselt Brazilianen in Brazilië, maar ook in Indonesië, Filipijnen, Maleisië, China natuurlijk, worden er mensen geronseld met beloftes van $2000 per maand. En als ze hier komen, worden ze in barakken neergezet tegen een schamenloontje. Ze hebben vaak nauwelijks te eten, dus ze moeten ook nog een keertje gaan jagen op onze dieren. Ik dacht dat slavernij al afgeschaft was. Suriname staat hoog op de lijst van internationale organisaties. Als het gaat om mensenrechten schendingen, mensenhandel en dit soort zaken. En er zit de president daar en die laat alles toe? Ja, een president die zichzelf sheriff noemde. Ellen, ik ga dit uur met je afsluiten, maar laat me met jou afspreken dat we elkaar nu vaker gaan spreken. En ik ben heel blij dat jij het derde oog bent van Suriname. Want dat hebben we ook nodig hier om een goed beeld te krijgen van wat zich daar afspeelt. Want als je naar het nieuws kijkt en de mooie berichten en ik weet het niet of je social media, mensen alleen maar aan het protesteren voor hun salaris. En dan willen ze meer salaris, dat creëert weer inflatie. En zo blijft Suriname maar in een cirkel. Het schiet niet op. Ja. Ik, natuurlijk wil ik heel graag bijdragen aan meerdere producties om deze informatie naar buiten te brengen. Er wordt vaak een vals beeld door de regering naar buiten gebracht. Ik ben onlangs uitgenodigd voor morgen voor een meeting voor een of ander biodiversiteitsnationaal plan. Ik heb bedankt, want mijn antwoord was heel eenvoudig. Ik heb zoveel illegaliteiten hier gezien van jachtopzieners die meedoen met stropers om legstranden leeg te roven van de zeeschildpadden, die eieren dan. Illegaliteit binnen de goudwinning, cyanidegebruik binnen de goudwinning, illegale houtkap. Ik heb bedankt omdat ik zeg van zolang wij een passieve regering hebben, die zich niet inzet om deze zaken die wij naar buiten brengen aan te pakken, dan ga ik mezelf voor de gek houden om nog in een meeting met de regering te gaan zitten. Ben jij niet bang, Erland, dat je misschien de volgende Asawina wordt of iets in die zin? Ik heb samen met mevrouw Asawini gewerkt tot zekere hoogte. En ik ben daar heel erg geschrokken van natuurlijk. Ik heb er geen woorden voor wat er hier is gebeurd. Het tsunami begint op een Stalinistische staat te lijken, waarbij mensen worden gedeporteerd. Mensen die het goed voor hebben met het land, met ons milieu, met de mensen in het binnenland. Mensen die opkomen voor de rechten van de binnenlandbewoners. En die worden op zo'n bijna criminele wijze worden zij opgepakt, gekidnapt en
illegaal over de grens gezet. Zonder paspoort. Zonder paspoort. Wat een blunder is dat, joh. Voor die mevrouw maken. Dat je zit af te vragen van hoe dieper kunnen wij nog zakken in dit land. En diezelfde diaspora, want ik behoor ook tot die diaspora, die mevrouw Asawini behoort ook tot die diaspora. Onze president doet zo'n grote oproep op de diaspora om te helpen ons land te helpen reilen en zeilen, om te helpen om het land te ontwikkelen. En dan ga je zo met ons om, terwijl wij alleen maar goede bedoelingen met ons land voor hebben. Nou, wij hebben geen slechte bedoelingen voor. Wij willen ook graag ontwikkeling, maar het moet wel gaan binnen internationale regels en wetten. Erlan, en de nationale regels en wetten. Erlan, ik kan je vertellen dat ik heel veel mensen ken die het na 2020 geprobeerd hebben vanuit diaspora. En gewoon op hangende pootjes start tussen hun benen terugkomen. Want er valt geen land te bezeilen met beleid daar zo. Als het gaat om diaspora, investering en kader en hulp en weet ik het wat allemaal. Het is allemaal nog steeds... Nou, ik heb ook heel vaak de handdoek in de ring willen gooien, Ray. Maar het zijn zoveel mensen die rekenen op Probios, op mij, onder andere ook, om dit soort zaken naar buiten te brengen. En ik zie het als een soort missie om mijn verantwoording te nemen in deze. Ik heb zaken naar buiten gebracht. Ik zal het blijven doen. En ik hoop dus dat ik meer ondersteuning ga krijgen. Ook vanuit het buitenland. Hoe kunnen mensen jou ondersteunen ter afsluiting? Het belangrijkste is geld. Kijk, als mensen ook kennis zouden hebben, zouden ze ook hartstikke welkom zijn om te kunnen ondersteunen. Maar mijn belangrijkste bottleneck voor het werk wat ik doe hier is geld. Ik zal het gewoon blunt zeggen. Ik heb meer donaties nodig om mijn werk echt vrij te kunnen doen. Ik zeg op dit ogenblik nog ik. Er zijn heel veel vrijwilligers die willen helpen hier. Maar je wilt ze natuurlijk ook een kantoortje geven. Je wilt ze ook een laptop kunnen geven om hun werk te doen. Je wil ook een transportkosten betalen. En helaas word ik daarin zwaar beperkt. En uiteindelijk moet ik het meeste werk toch in mijn eentje blijven doen. Ik blijf wel strijden en ik hoop dus dat ik meer hulp ga krijgen van onze landgenoten. Of ze nou hier zijn of in het buitenland. Vorig jaar heb ik een lezing gehouden in VOS, Vereniging Ons Suriname, in Amsterdam. Het was vrij succesvol. De bedoeling is dus om ook een stichting te maken in Nederland om ons te ondersteunen. Helaas loopt het nog niet van vaart om van daaruit dus donaties te regelen voor Probios. Het is vrij duur om donaties over te maken vanuit Nederland naar Suriname. Klopt. Dus ik kan me dus de weerzin wel voorstellen van mensen om te doneren. Misschien moet je toch proberen het makkelijker te maken. Misschien moet je toch een rekeningnummer in Nederland hebben, Erlan, en dat goed die uitzoeken. Ik gebruik op dit ogenblik, de mensen kunnen dat ook vinden op de website van Probios, probios.org. En daar zien zij dus de bankrekening van Nina Jurna, mijn vriendin. Het is natuurlijk niet transparant als je een bankrekening van een persoon gewoon zet. Ik kan geen bankrekening maar in dit geval moet ik erbij mee bevestigen, Erlan. Ik volg je al jaren en natuurlijk weten we dat jij en Nina ander werk doen. Hè? Dus je zal ook een beetje vertrouwen moeten hebben in Erlan Sleur en Nina. Ja, natuurlijk. Ik denk dat dat ook een belangrijke factor is, vertrouwen. Want als jullie er niet zijn, dan krijgen we helemaal geen nieuws uit Suriname als het gaat om wat er zich afspeelt in het binnenland. Wat er zich afspeelt met het milieu. Ik ben bang dat het nog verder de spuigaten uit gaat lopen. Je hebt tussen haakjes journalisten dan, die zich journalisten noemen, die hele dag met de camera op weet ik veel, op straat zijn om allerlei grappige verhaaltjes te vangen. Maar ondertussen wordt het ernstige deel wat ons allemaal raakt vanuit Suriname, dat wordt totaal door niemand verslagen. Ja,
Ik hoor dat soort klachten vaker, ook vooral op social media. Waar zijn onze onderzoeksjournalisten? Het ligt ook aan de mediahuizen. Willen zij... Heilige huisjes, hè? Het zijn heilige huisjes, maar ik moet ook eerlijk toegeven, het kost geld om onderzoek te doen in het binnenland. Ja, ja, dat begrijp ik. En het is niet zonder risico. Ja, en het is levensgevaarlijk. Hey Erlan, ja, ik ga afsluiten. Ik blijf zeggen, het is je missie, mijn man. Blijf het vooral doen, blijf ons op de hoogte houden. En laten we nu afspreken dat we elkaar wat vaker gaan spreken. Ik heb inderdaad ook de tijd genomen. Hè, ik heb je heel lang niet gesproken. Ik heb ook rustig zitten kijken. Wat zijn de ontwikkelingen in Suriname? Welke kant gaat het op? Tot slot. Is er nog hoop, Erlan? Zolang we nog wat bos over hebben. Zolang ik blijf vechten. Zolang er vrijwilligers zijn die om ons land geven. Zolang er mensen zijn die ons land een goede toekomst toewensen. Denk ik dat er hoop is, maar we moeten ervoor zorgen dat we dit soort leiders niet meer krijgen. Maar de kans is groot in 2025 dat er weer een of andere combinatie van deze leiders aan de macht komt en niemand anders. Ja, en daarom hoop ik dus dat er ook internationale druk komt op ons land om toch voor goed leiderschap te kiezen. Ik hoop ook dus dat onze mensen wakker worden. Het probleem wat wij hier ook zien, ik weet dat het even je ziet eigenlijk, ondanks dat wij een bedelstaat zijn geworden, zie je over het algemeen heel veel mensen hier in grote auto's rondrijden. Die ziet ze uitgebreid inkopen doen. Dus die parallel-economie is weer flink aan het toenemen. Mensen die geen belasting betalen, mensen die natuurlijk hun personeel, ja, vrij goed betalen, zonder belasting te betalen. En je ziet ze in alle gelederen. Er zijn bedrijven hier die ook wel goed draaien, maar betalen ze belasting, betalen ze. Dus je zit je gewoon af te vragen van, hoe kunnen wij deze problemen aanpakken? Want er zijn heel veel mensen, politici, beleidsmakers, die ook die belangen hebben en die hun eigen belangen niet gaan frustreren door belasting te gaan heffen. Om het kort samen te vatten, als je een goed lopend bedrijf hebt en je kent de juiste personen, dan breng je daar een envelopje dat je bad, toch? Klopt. Dat is gewoon de werkwijze hier. En dat is de reden waarom heel veel mensen uit de diaspora hier niet kunnen aarden, want ze zijn dat niet gewend. Aboom. Erlan, ik ga je danken. Doe de groeten aan Nina. En we dat hebben doen, contact. Ja? Dankjewel voor het interview. Stay strong, okay, man. Aboom. Krachtie. Hoi. Yo. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.